In de Stevenskerk opent 17 mei een bijzondere tentoonstelling over de Jizo-cultuur. Jizo is een boeddhistische halfgod die een belangrijke rol speelt in het rouwproces bij de Japanse bevolking. Jizo-beelden worden aangekleed om overleden baby's te herdenken. Jizo helpt mensen en wezens die in een soort tussenstaat zitten. Mensen die niet bij de gewone wereld, de voorouderwereld, de hemel of hel horen. Jizo heeft altijd een staf met ringen en een wensjuweel vast. De beelden van Jizo zie je voornamelijk op graafplaatsen en spelen een grote rol bij het verlies van een kind. En bijvoorbeeld doodgeboren kinderen of geaborteerde kinderen, maar ook criminelen, prostituees, reizigers, die bevinden zich in een soort tussenwereld. En dan verschijnt hij, die mensen helpt hij. En daarmee zorgen ze als het ware voor de zielen van hun doodgeboren kinderen, maar vereren tegelijkertijd ook die god Jizo. En die vragen ze als het ware om voor hun kind te zorgen. Dat mensen de behoefte hebben om dat leed heel concreet vorm te geven. En dat in Japan gaat dat door die beeldjes te verzorgen, kleertjes aan te trekken, om er zoveel tijd naartoe te komen, wierook ervoor te branden, maar ook door het beeldje speelgoed aan te bieden. Het aankleden en de verzorging van het Jizo-beeld speelt een belangrijke rol in de verwerking van het verlies. Tevens dient het als bescherming van een overleden kind. Ouders die een kind hebben verloren tijdens de zwangerschap of net bij de bevalling, en het kan ook door een miskraam of een abortus zijn, dat die gaan vaak naar de tempel, schaffen zo'n beeld aan, kleden die aan, er zijn allemaal rituelen rondomheen, en die verzorgen die beeldjes dan. Gekleurde slabbetjes, gekleurde mutsjes, liefst in de kleur rood, want rood jaagt demonen weg, dat is de voorstelling. Ja, op deze manier worden overleden kinderen herdacht en andere mensen ook. Hè, mensen in tussenstadia worden hiermee herdacht. En dat is een kant van het boeddhisme die in het Westen heel erg onbekend is. In Japan wordt er veel aandacht besteed aan het verlies van een kind. Terwijl in Nederland altijd werd weggestopt. Maar het zichtbaar maken van verlies is belangrijk voor ouders. Ouders die zo'n verlies hebben geleden, ja, die willen ook graag dat de buitenwereld dat ook als op deze manier erkent. Dat het, en ook eigenlijk het bestaan van die kinderen erkent. Dit soort tradities en rituelen ontzettend belangrijk zijn in het kader van belangrijke dingen die je overkomen. En in dit geval hebben we het dan over belangrijk verlies. Maar hoe belangrijk rituelen en tradities dan zijn. En ja, dit geeft hopelijk een inspiratie.